En dat was het koor. Ze zongen Unclouded Day. En wat kunnen ze toch fantastisch zingen. Ze zijn echt mijn favoriete vrienden geworden. En ik vind het leuk om af en toe in het koor mee te mogen zingen. Ik zou ook wel graag willen vliegen. Ik heb een brevet van onvermogen als het gaat om vliegen. Maar jullie hebben een brevet, het echte vliegbrevet, alle twee. Joost en Rut, jullie zijn beide piloten bij de KLM. Laat ik even bij het begin beginnen. Jullie beide droom was... Een jongensdroom, een meisjesdroom, wil piloot worden. Op een gegeven moment zitten jullie in de lucht en dan krijgen jullie met elkaar te maken. En toen sloeg Joost de vlam in de pan. Wat dacht je, wat een leuke co-piloot zeg. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja? Zeker. Ja, ja die was ik zomaar mee ingedeeld een paar dagen. Ja. Kijk, dat was, ja, en had jij ook het gevoel, wat is die Joost toch een leuke vent? Ja, elke ochtend als ik bij het ontbijt dan hem weer zag, dacht ik van, goh. Want ik vind het heel leuk om hem te zien, zeg maar. Ja. Ja. En waar sloeg de vlam in de Boeing-motor? Nou, dat gelukkig niet. Maar uiteindelijk in onze woonplaats in Leiden hebben we een keertje afgesproken. En toen, toen was het wel dikke mik. Ja. Ja. Was het jullie jongens- en meisjesdroom om piloot te worden? Ja, absoluut. Ja, echt al van klein kinds af aan. Ik droomde er letterlijk van. Op mijn 12e ging ik voor het eerst de lucht in en toen wist ik het echt zeker van. Ja, hoe ging je de lucht in? Met een Cessnaatje. Oké. Ja, ja, als in een rondvlucht. Ja. Ja. En voor jou? Voor mij bijna hetzelfde verhaal van jongs af aan. We gingen vaak op vakantie met het vliegtuig en toen was de cockpitdeur nog open. En dan ging ik altijd even kijken en ik dacht, nou, dat lijkt mij ook wel wat. Ja. En toen heb ik gespaard. En toen we in Amerika op vakantie waren, heb ik toen een rondvlucht geboekt, ook toen ik 12 was. Toen dacht ik, ja, dit is het echt. Ja, en nog steeds vliegen jullie. Want hoe lang vliegen jullie als jullie de jaren bij elkaar optellen? Dan hoef ik niet over de leeftijd van Rutte heb ik spaar jullie. Ik ben 30 jaar geleden begonnen met vliegen op mijn 16e. Ja. Ging ik zweefvliegen en inmiddels zit ik 21 jaar bij KLM al. Ja, en jij? En ik vlieg 23 jaar, waarvan 14 jaar bij de KLM. Ja, jullie hebben een heel andere keuze gemaakt in jullie leven. Ik weet dat als je piloot bij de KLM ben, dat dat een heel goed betaalde job is. En jullie gaan van een mooie Boeing met heerlijke stoelen en fantastisch eten enzovoort. Gaan jullie wat anders vliegen? We gaan bij MAF, Mission Aviation Fellowship, gaan we vliegen. En waarschijnlijk gaan we op een Cessna Caravan, Cessna 208 vliegen. Ja. Het is echt een vliegtuig wat gebouwd is voor de bush. Om op kleine, onverharde landingsbanen te kunnen opereren. Ja. En daar kunnen ongeveer... Ja, 10 tot 15 mensen kunnen daarin. Ja. Ja. Mijn favoriete airline is de MAF, de Missionary Aviation Fellowship. Ik heb er heel veel mee gevlogen in Afrika en Azië. En ik heb doodsangsten uitgestaan. Als je dan moet landen op een baantje van 150 meter... terwijl je eigenlijk 500 meter nodig hebt en dan zo helemaal tot stilstand komt. Dat is toch wel een heel ander leven. Waarvoor hebben jullie ervoor gekozen? Wat was jullie intrinsieke motivatie? Het is roeping. Daar kun je het wel onder scharen. Een roeping van God of roeping? Ja, dat toch wel. Ja, ik geloofde tot 2 jaar terug niet eens. En ik ben tot geloof gekomen. En sindsdien is er in ons leven gewoon echt wel het een en ander veranderd. En ik kende MAF helemaal niet. Rut wel. Wij kregen allebei tegelijkertijd gewoon een heel groot verlangen om onze talenten en ervaring te gaan gebruiken voor het vliegen. Op die plekken waar de hulp nodig is, waar we met het vliegtuig echt van dienst kunnen zijn. Ja, prachtig werk. Jij kwam 2 jaar geleden tot geloof. Rut, jij was al wat langer geloof. Je had ook wel problemen in de kerk. Je stuurde me een brief, die vond ik erg mooi. Want je schreef, voor mij was Hour of Power in een moeilijke tijd mijn houvast. Ja, zeker weten. Wat bracht het je? Ja, connectie weer met God. En die was je kwijt, opbouw. Hè? Ja, die was ik echt kwijtgeraakt. En ook weer een opbouw als een persoonlijke relatie met God. Ja. Want hoe ging dat in jullie huwelijk? Jij geloofde niet, jij geloofde wel. Je geloof was aan het wankelen. Dacht jij wat fijn dat ze nu van de geloof aan het afvallen is? Of had je dat... Nee, dat was al gebeurd eigenlijk voordat ik haar leerde kennen. Ja. Dus ik leerde haar eigenlijk kennen als, bij wijze van spreken, ongelovig, net als ik. Maar op een gegeven moment wilde Rut dat toch, zocht God. En ging Hour of Power kijken bijvoorbeeld. Dus ik heb het ook wel eens gezien. Had je ooit gedacht, ik zit misschien eens bij die man aan tafel? Nee, dat had ik echt nooit gedacht. Nee, dat is wel bijzonder, ja. Want ik had toen zoiets van, het is prima. Als jij dat leuk vindt, dan ga je dat lekker kijken. En waar je blij van wordt. Ja. Maar ik had daar helemaal niks mee verder. Ja. Wat was het moment dat jij je handen weer terug kon leggen in het leven van God? Nou, ik had een steeds groter verlangen om me toch weer bij een kerk aan te sluiten.
Maar ik wist niet zo goed naar welke kerk. Ik wist wel dat ik het liefst een beetje in de buurt van Leiden wilde. Dus toen op een gegeven moment heb ik het aan God gevraagd. En toen was ik bij Hour of Power, die in de Hooglandse Kerk een dienst had. En toen werd pastor Arno van der Knaap werd naar voren geroepen. En toen zei mijn vader, die zei van, oh, die heeft een interview gehad met Jan van der Bos. Dus toen ben ik dat terug gaan kijken. En toen later ging ik een keer googlen en toen kwam weer God Center naar voren. Toen dacht ik, nou, dan is 3 maal scheepsrecht. Dus daar wil God dat ik ga kijken. En ja, vanaf de eerste keer dat ik daar kwam, voelde ik me thuis. En toen dacht ik, ja, dit is mijn kerk. Ja. Joost, je ging ook mee naar God Center in Leiden. Als je dan helemaal niet met geloof bent opgegroeid en je ziet al die mensen bij elkaar en je bent aan het zingen en je hoort preken. Hoe komt dat dan over je heen? Ja, ik ben toen een keer meegeweest met Pasen en het was toen wel een vrolijke boel daar. Dus dat vond ik wel leuk. En ja, ik zag wel dat die mensen daar echt wel geloof hadden, dus dat vond ik mooi. Maar ja, ik kende God niet, dus ik had zoiets van, ja, het niet voor mij. Maar later zijn we in contact gekomen met Johan Toet. Ja, dat was een van de grootste criminelen ooit. Ja. Die heeft hier ook aan tafel gezeten. Ja. Ja. En die zat ook bij ons in de kerk. En nou ja, eigenlijk ja, op een hele wonderbaarlijke manier zijn we met elkaar in contact gekomen. En toen heeft Johan eigenlijk gewoon tegen mij gezegd van, Joost, als je, stel nou dat God bestaat, zou je hem dan willen leren kennen? En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, dat wil ik eigenlijk wel. En toen hebben we daar gewoon voor gebeden. En ja, ik heb God wel een beetje leren kennen al inmiddels. Ja. Ja, want jij bent wel de man van ratio en bewijs. Ja. Bewijs het maar dat God bestaat. Ik heb hem nog nooit gezien. Nee, klopt. Ja. En ja, eigenlijk sinds die tijd dat ik me er heb voor opengesteld, ging het toch geleidelijk aan. Gebeurden er dingen in mijn leven of bij Rut of in de kerk waarvan ik dacht, goh, dat is toch wel frappant. En eigenlijk allemaal kleine dingetjes waardoor ik toch steeds verder bevestigd werd van, ja, dit is inderdaad wel, ja. Dit is toch wel God inderdaad. Ja. Ja. En dat geloof bracht jullie ertoe om tegen de KLM te zeggen, vrienden, we maken een einde aan ons mooie contract en we gaan in die kleine vliegtuigjes vliegen. We gaan nog even kijken, een mooi filmpje over zieke mensen die worden opgehaald. Bijzonder als je dat ziet, hè? Want als mensen ergens door een slang gebeten worden en er is geen medische hulp, dan zijn ze gedoemd om te sterven. Dan komen jullie aanvliegen. Heb je echt wel een idee waar jullie aan beginnen? Of is het een avontuur? Het is een avontuur, maar inmiddels weten we er wel wat meer van natuurlijk. We zijn nu ongeveer een jaar bezig hiermee. We doen een soort van versnelde opleiding, omdat we natuurlijk al vliegbuffetten hadden. Ja. Maar we moeten nog wel echt het specifieke voor het pushvliegen moeten we leren. Ja. We horen steeds meer van gezinnen die voor MAF uitgezonden zijn of zijn geweest. Waardoor we wel een beetje een idee krijgen hoe het zal zijn. Ja. Maar het is een totaal ander leven inderdaad. Ja, dat, totaal dat ander leven. Worden. Je hebt 2 kinderen. Ja. Zeiden die toen je zei, papa en mama gaan naar een ander werelddeel. Het kan Azië, het kan Afrika zijn. Want jullie weten nog niet precies waar jullie gestationeerd worden. Stonden ze te applaudisseren? Nee, ze hebben toch wel gemengde gevoelens daarover. Ja. Ze zien eigenlijk nog alleen maar van wat laten we achter. Een fijn huis, 2 huisdieren en vrienden, vriendinnen.
Ja, en dat vinden ze lastig en dat is heel begrijpelijk. Dat gaan wij ook moeilijk vinden, ja. Ja. En ik denk dat ze er alleen maar wereldwijzer van worden. Ja. Hebben jullie een idee waar jullie graag zouden willen dienen, zometeen als bushpiloten? Ja, we willen gewoon graag daar zijn waar we nodig zijn. Maar ik denk dat het vooral bepaald zal worden door dat wij allebei willen gaan vliegen. Wat op zich wel redelijk uniek is natuurlijk voor MAF-gezinnen. Gaan jullie ook samen vliegen? Nee, we gaan niet samen vliegen. Je vliegt eigenlijk altijd maar met één piloot. Ja. Maar ja, als MAF ons maximaal wil benutten, dan zal het wel ergens op een plek moeten zijn waar iets van een school is voor de kinderen. Zodat we geen thuisonderwijs hoeven te geven. Ja. Maar in principe zijn er nog steeds meerdere opties. En ja, wij willen gewoon daar zijn waar we het beste tot zegen kunnen zijn. We weten dat de vloot van de KLM echt gigantisch is. Het blauw vliegt overal naar ter wereld. Hoe groot is de vloot van Missionary Aviation Fellowship? Ze hebben ongeveer 130 vliegtuigen nu. Ja. Dat is ook aanzienlijk. Dat is zeker aanzienlijk. Wereldwijd. Ja, en zeker als je beseft dat dit niet een door de overheid gesponsorde organisatie is. Dat het allemaal uit giften betaald wordt. Jullie straks ook moeten van giften leven. Ja. Ja. Dat was voor ons ook helemaal nieuw. Ik had ook echt nooit gedacht dat we dit zouden gaan doen, maar ja, we hebben dit verlangen gekregen en het voelt zo goed. Nou, zometeen krijg je niet meer dat maandagse salarisstrookje KLM. Nee. Maar dan hoop je dat God vrienden geeft, familie, de kerk, die zegt van hé, we gaan jullie steunen. Ja. Is dat ook gelukt? Ja, dat is wel aan het lukken, maar we hebben nog steeds meer support nodig. Ja. Absoluut. Ik had dit echt nooit zelf kunnen bedenken. Dit, God zit hier gewoon hierin en ik heb alle vertrouwen dat dat goed gaat komen en dat we gewoon hele mooie dingen gaan meemaken met MAF. Rut, wat vind je zo bijzonder aan je man? Hij heeft humor. Hij is heel lief, ook voor de kinderen. Hij is een hele goede vader, goede echtgenoot. Hij is heel handig. Kan dat is misschien wel praktisch. Dingen repareren. In de bushhook, ja. Ja. Ik neem mijn gereedschap mee. Hij heeft een mooi hart. Ja. Ja. En? Andersom? Ja, ik zie Rut inderdaad als gewoon een hele liefhebbende echtgenoot en vooral moeder. Ze is heel goed voor de kinderen. Ze is wijs. Ze kan mij goed ook in balans houden. En we hebben elkaar echt nodig. Dat is toch mooi, hè? Want dat is wel heel hard nodig als je samen zo'n avontuur aangaat. Absoluut. Ja. Wat is jullie droom? Ja, onze droom is dat we gewoon echt daar een verschil kunnen maken en dat we Gods liefde kunnen laten zien. Ja. En dat we daar goed kunnen settelen en vooral ook de kinderen, dat die het daar ook gewoon goed naar hun zin zullen hebben. Ja. Gods liefde laten zien, dat vind ik wel een hele mooie uitspraak. Beschrijf die liefde eens, wat die voor jou is. Ja, God is echt als een vader voor me. Hij zorgt voor me. Ik kan bij hem uithuilen. Hij helpt me. Ja, en hij is er gewoon altijd. Ja. In goede en in slechte tijden. Ja. Vertrouw je op hem? Ja, zeker. Ja. Joost, hoe is dat voor jou? Je bent een jong gelovige. Ja, in het geloof ben ik nog inderdaad. Zijn nog in de kinderschoenen. Een beetje een baby inderdaad, wat dat betreft. Maar daardoor heb ik wel heel sterk geloof eigenlijk. Ja. Want ik heb helemaal niks te maken met religie of conventies of wat dan ook. Ik heb een relatie met God. Ja. En die voel ik sterk. En daar vertrouw ik ook inderdaad op. Ja. En ik realiseer me nu dat ik heb een heel mooi leven tot nu toe gehad. En een hele mooie carrière. En ik heb altijd kunnen doen wat ik wilde, bij wijze van spreken. Waar ik passie voor had. En ja, ik voel nu dat ik gewoon gebruikt word om dit te gaan doen. Ja. En dat dat allemaal een doel heeft, dat er een plan achter zit. Ja. En dat is van hem en dat voel ik heel sterk. En ja, daar heb ik gewoon rotsvast vertrouwen in. Ja. Hey, wat mooi dat jullie samen deze weg gaan om de allerarmsten van de wereld te helpen. Jullie hebben de allerrijkste vervoerd. Grote ondernemers, artiesten, sterren. En zometeen van de mensen die zo groot in aanzien zijn, gaan jullie de mensen helpen die niet gezien worden. Die hulpeloos en hopeloos zijn, tenzij jullie langskomen met je vliegtuig om hen te helpen. Dat is wel fantastisch mooi, hè? Ja, zeker. Okay. Ik wens jullie er heel veel zegen bij toe. Ik laat jullie niet met lege handen vertrekken. Ja, die is wel van toepassing op jou, hè? Je bent dan wel je wilde haren kwijt, maar Dank je wel, Jos. Ja. Mooi. Die past mooi in het koffertje waar jullie ook straks in de wereld in de bush gaan. Zeker. Waarschijnlijk kom je wel tegen. Dat zou nog kunnen ook, ja. Ik zit in het vliegtuig en ik zie een familie leeuwen langs wandelen. Ja.
Kijk, ja, wie schrijft die blijft, Rut, dat is toch zo. Dus ja. In 2023 hebben jullie Nederland verlaten. En dan hoop ik dat je dit ook in je koffer meeneemt. Je bent geliefd, agenda voor 2023. Met, God bless you, wat kan ik nog beter zeggen? En je kunt dan je dagen bijhouden. Dank je wel. En de weekplanner voor 2023. Ook weer met mooie bijbelteksten en spreuken. Nou, dan kun jij voor Joost opschrijven. Vandaag vlieg je daarheen, maar zorg wel dat je op tijd thuis bent voor het eten. Alsjeblieft. Dank je wel. Hey. We hebben ook nog een cadeautje voor jou, Jan. Nee, je meent het. Ja, alsjeblieft. Oh. Een vrolijk cadeau. Een vrolijk cadeau. Het zijn... Ja, sokken van de maf. Twee paar maffe sokken. Ja. Met vliegtuigjes. Kijk, die ga ik zeker en met trots dragen. En ik ben ook trots op jullie. Dank je wel. Heel veel zegen. Dank je wel. En wij gaan naar Shepherd Grove. Naar mooie muziek luisteren. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om het abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.